Vandaag gaan we op zoek naar de mening van de Roosendaler over de toekomst van de stad, over allerlei thema's. En we gaan op zoek wat de Roosendaler vindt, wat er nu al goed is, wat er beter kan en wat we in de toekomst als gemeente kunnen doen om de stad nog leuker te maken. Kom je uit Roosendaal? Ja, ik kom uit Roosendaal. Ja, ik ben er geboren en getogen en op dit moment werk ik op basisschool bij Heiberg, hier in de Tolberg. U komt uit Roosendaal? Ik kom uit Roosendaal, Oké, okay. En wat vindt u het beste aan Roosendaal? Het beste aan Roosendaal? Ik denk de sfeer. De sfeer hier in Roosendaal, het is toch een soort tweede thuis voor me. Ik vind het een hele leuke stad om te wonen. Ik ben hier gekomen vlak voordat mijn kinderen hier zijn geboren. En we hebben het hier prima naar ons zin. Het gevoel van saamhorigheid. Ja, ik vind het wel een leuke stad. Ja, ik vind het wel goed om op te groeien op zich. Ik woon er al heel mijn leven, dus ik vind het een prima stad. Nou, normaal gesproken is er elk weekend wel iets te doen in de stad. De stad zelf, daar hebben we wel heel veel dingen te doen en ook superleuk. Ik weet niet wat ik het leukste vind. Ik vind het wel een prima stadje. Ik vind het zelf een mooie stad. Ik ben er geboren en ondertussen ben ik naar heel verschillende plekken gegaan, maar ik ben nou weer terug. Ja, ik woon er wel met plezier hoor. Ik denk wel dat ze toch altijd vooruitdenken met zaken wat ze nog willen veranderen. En dat ze daar ook wel de inwoners bij betrekken. Ja, de mensen toch wel. Gezellig. Brabant, weet je. En de mindere kanten van Roosendaal? Nou ja, er zijn denk ik wel sowieso in elke stad wat mindere buurten. Ik vind nou niet zo bepaald modern of zo. Soms het onderhoud zou iets beter kunnen. Alleen ja, zoals overal, de winkelsluiting en deze tijd is natuurlijk een heel vreemde tijd om een oordeel ergens over te geven. Ja, gebouwen en ook qua diversiteit onder mensen. En op het gebied van woningbouw? Hoe ziet u dat? Wat voor woningen zou de stad moeten aanbieden? Waar zouden die kunnen komen? Ik denk dat het heel goed zou zijn als er meer sociale huurwoningen zou komen. Of starterswoningen. Dus zeker ook voor de jongere generatie. Dat ze ook een plek in Roosendaal kunnen vinden. En als je naar Roosendaal toe komt, hoe doe je dat dan? Ja, ik ga met de brommer. Nog wel. Okay, wat vind je van de bereikbaarheid van Roosendaal? Dat sommige plekken waar ik dan dus op het fietspad moet met de brommer. Ja. Dat de fietspaden dusdanig verslechterd zijn. Als ze die nou eventjes vernieuwen, dan is het helemaal top. Dus qua werkgelegenheid, die zou diverser kunnen zijn. En in welke gebieden ziet u kansen? Nou ja, ze zijn natuurlijk wel bezig met de gezondheidszorg hier. Ze proberen natuurlijk ook opleiding hier in te krijgen. Maar dat probeert elke gemeente van een omvang van 70.000, 80.000 inwoners. En op het gebied van klimaat of energie? Denk je dat de gemeente Roosendaal nog stappen te zetten heeft? Ze zijn aardig bezig, want we worden regelmatig bestookt met energieplannen omtrent zonnepanelen, isolatie, noem maar op. Spaaracties omtrent spaarlampen, noem maar op. Waar de gemeente in bijdraagt, daar kunnen we goed uit opmerken dat ze toch behoorlijk in de weer zijn voor de mensen. Vooral als het wat meer betaalbaarder is inderdaad. Simpele dingen als zonnepanelen op het dak, meer met de fiets gaan hier en daar. Dan zou ik er zeker mee willen gaan. En als u mag dromen over 20 jaar, Roosendaal in 2040, waar staat de stad dan? Wat heeft het gedaan om daar te komen? Dat is een mooie vraag. Ik zou wel wat meer groen willen zien. Ik vind dat wel belangrijk. Nou ja, misschien inderdaad nog meer ambachtelijke bedrijven? Gewoon beter winkelcentrum sowieso. Ja, dat basisschool de Heiberg een hele leuke school nog steeds is. Met een heleboel enthousiaste leerlingen die naar de zin hebben natuurlijk. Ja, wat rust in de wijk. De wijken netjes. Dat het er gewoon vriendelijk uitziet. Ik denk dat ik dat belangrijk vind. Wat meer groen hier en daar. Ja. Hoewel het niet tegenvalt hoor. Dat je kan teleporteren ernaartoe. Gewoon even moet springen en dat je er dan bent. Meer winkels. Ja, nu hebben we eigenlijk bijvoorbeeld qua kleding of zo hebben we alleen maar de H&M. En dan, daar houdt het op. Speelgelegenheid voor kinderen. In een hele grote villa wel. Ja. Niet blijven focussen op één ding. Belangrijk ook. Hè. Proberen divers. Maar dat, ja. En laat me wel zeggen, je kunt het ook niet iedereen naar de zin maken. Hè? Dan hoop ik dat de stad is wat heel coulant is en heel veel dingen doet voor de ouderen. Want dan ben ik zelf een kleine 80 jaar, zeg maar. Dus, misschien zorgt dat het iets veiliger stad wordt. Nachtleven is nou niet echt bepaald veilig, zijn sowieso wel gevechten. Ja. Nou, eigenlijk hoop ik zo min mogelijk. Ja, dat het tuig zeg maar wat minder is geworden. Maar verder rest hoop ik dat het eigenlijk een beetje hetzelfde blijft. En denk je dat je er over 20 jaar nog woont?
Nee. Ja, ik wil wel iets groter, zeg maar. Ik zou liever naar een grotere stad willen, zoals Rotterdam. Want het is wel, we noemen het wel een stad, maar het voelt niet echt als een stad, zeg maar. Ja, het is wel beperkt hier qua banen, vind ik, denk ik. Ik hoor wel dat ze steeds meer gericht zijn op de studenten natuurlijk. Dat ze daar echt wel de opleidingen voor willen aanbieden. En ik denk dat dat wel goed is. Want je ziet wel een leegstroom onder de jongeren die naar Breda vertrekken. Of naar Rotterdam of de andere buurtsteden. En ja, dat is denk ik wel een gemiste kans. Maar of Roosendaal echt een studentenstad kan worden, nee, daar geloof ik niet zo in. Nee. Nette wijken, is dat dan met zwerfafval, bedoelt u dat? Of? Ja, ook. Ja, maar mooi aangekleed. Dus ook het plantsoen gewoon netjes. Daar geen gekke dingen in. Dat het mooi aangeplant is. Ik zie dan in de zomer wel eens onkruid en zo. Dat soort dingen, dat gewoon netjes is. De straten. Ja, ik woon zelf op een heel mooi plekje. Waar de tuin heel mooi is. Ja, het is inderdaad wel het zicht, vind ik. Ja, en inderdaad dat je toch een beetje in de stad ook een stukje natuur hebt. Dat vind ik wel belangrijk. Ja.